Zoals je ziet maak je Bakker die het minste indruk op de hond. We gaan nu dezelfde oefening doen met een andere loop, maar in dit geval gaan we erop schieten. We gaan dus een vuurwapen gebruiken en de knallen mogen de hond niet afschrikken. De eerste knal dient als verwittering dat hij mag vertrekken en terwijl hij aan het bijten is, wordt er nogmaals geschoten. De tientjes opletten. We kunnen schrikken, we schieten niet op een doel. We schieten niet op een hond. Oké. De handen buiten niet alleen op de arm, de handen buiten ook op het been. Sommigen zelfs van achter in de rug. Het is wel spectaculair, dat is al lang niet. Dat is niet erg blijven, hoor. Nu wordt de hond gebruikt om de slechterik te begeleiden. En bij de minste vluchtreactie gaat de hond... trek hem onderuit, zeg gelijk. Dit is natuurlijk extreem geweld. Dat wordt nooit in dit als gebruikt. Al het eerst hoor, gaat roepen en dan. Nu, we moeten ook in staat zijn, in het geval dat die kerel op het laatste moment zich bedenkt en steekt zijn armen omhoog, moet die hond kunnen stoppen, met wat je ziet. Dat is een heel moeilijke oefening. Die hond die is gefixeerd op het pakwerking, die wil kan bijten. En op het moment dat... En dat is onze kleinste, dat slintje. Met die lat is gewoon voor de hond daar een beetje op te fokken. Dat doet geen pijn. Hij is wel een beetje boven. Maar... Nou, dat is nog even spelen. Oké, we gaan eens laten zien, maar dan een rustigere hond. Onze doen we het even graag, dat is Janna. Laatste diepertje geroepen en de reactie was goed en nu de beloning. En bij de minste beweging die ze verkeerd maken, zal de hond
In beide. Oké. Klaarmaken voor de voorstelling. En als weer pakwerkers op de grond liggen, gaan we dan ze extra laten bewaken door de honden. Nu wordt het wel moeilijk om dan te lopen, hè? Oké, andere honden erbij. Dus je ziet, de honden zijn sociaal, ze worden alleen gebruikt wanneer het echt nodig is. En dat is de bedoeling. En dan zien we onze twee pakwerkers, Karel, dat is een blauwe, de groene is Willy. En dan zien we de geleiders, te beginnen van het verste. De Alano is Toro, de Jean, dan hebben we Ralf met Klin, Anneke met Yara. Tussenin hebben we Hel zitten met de jonge soort Macho, Chris met Janko en vanachter Linda met Dick. We danken u voor de aandacht en we hopen dat het interessant was. Moesten er nog mensen zijn die vragen hebben over het kleine, over het clubverband of geïnteresseerd zijn om lid te worden, kunt u altijd vragen stellen naar de. Ik dank u.